Tijdens de algemene ledenvergadering van FC Linde hebben de leden het bestuur een mandaat gegeven om een structuur uit te werken waarbij alle zaken betreffende het Eerste zondaghelftal, wat momenteel uitkomt in de Tweede Divisie, autonoom zijn belegd. Dit zal gebeuren via een afzonderlijke entiteit die zelfstandig en voor eigen rekening en risico invulling geeft aan de top amateurambitie van FC Linde. Vanwege de uiteenlopende ambities en de verschillen voor wat betreft vereiste besluitvorming en aansturing, maar ook organisatorische invulling, sportief niveau en de geldstromen, wordt gekozen voor een scheiding. Het bestuur van FC Liende zal zich vooral op de vereniging, daarbij denkend aan senioren, de jeugd, accommodatie en de vrijwilligers, en de verenigingsaangelegenheden richten. Vanwege de beoogde structuuraanpassing hebben Adrie Timmer en Nico Wagenvoort vooruitlopend hierop hun bestuursfuncties bij de vereniging neergelegd. Ook bij de Tielse eendrachtcombinatie wordt nagedacht over een andere structuur.